Medewerkers van de Ergon vertrokken vandaag per bus naar Tilburg om het te protesteren tegen de bezuinigingen van de regering. Bovendien willen ze ook een nieuwe CAO. In het zuidelijk deel van het land werd actie gevoerd, want de regering wil van de 100.000 banen die er nu zijn, er 70.000 schrappen. En ook de persoonlijke begeleiding wordt wegbezuinigd. Landelijk is het de achtste keer dat medewerkers van de sociale werkvoorziening actie voeren.